Dag allemaal, hier zijn we dan met Livius Aburba Cognita, boek 1, paragraaf 16, alinea 5 en deel van 6. Wat is aan de hand? Het verhaal gaat dat de senatoren Romulus vermoord hebben, maar het verhaal gaat heel onderhuids, want niemand durft wat te zeggen en ze zijn ook in verwondering voor wat allemaal gebeurd is. Gaat hij vertellen over een bijzondere man die eigenlijk nog eigenlijk de situatie voor de senatoren maar redt. Het gaat zo, hè. Et concilio etiam unius hominis aditarei dictur fides. En concilio, ablativus van concilium, door het plan of besluit of iets dergelijks. Genitivus unius hominis. Genitivus unius van unus en hominis van homo natuurlijk. Dus van één man. Maar etiam zegt dan daar iets over het volgende woord. Van zelfs maar één man. En dan, dicitur. Natuurlijk zo'n passivum van dicere moet je altijd even opletten. Want dat zou heel goed een NCI kunnen zijn. Een nominativus cum infinitivo. In dit geval, dus letterlijk, zou je dan vertalen, wordt het vertrouwen gezegd toegevoegd te zijn aan de zaak. Nou, daarmee wordt natuurlijk bedoeld zoiets als, wordt er gezegd dat vertrouwen aan de zaak is toegevoegd. Nou, dat is natuurlijk sowieso helemaal geen mooi Nederland, maar dat is ongeveer wat er staat. Dat is altijd bij passief van dicitur, als daar iets bij zit wat eigenlijk een infinitivus is, zoals hier, ook al is esse weggelaten, dan toch telt het als infinitivus. Dan heb je ook een NCI. Dat kan je eigenlijk vertalen als niet de vertrouwen wordt gezegd, maar er wordt gezegd dat het vertrouwen is. En dan wordt het een soort van ACI-vertaling met een dat zin. En ellips natuurlijk van esse. Er wordt gezegd dat men deze dit verhaal eigenlijk van de senatoren, dat hij dus de lucht in was gevlogen als een soort van god, extra vertrouwen kreeg, extra geloof kreeg, toegedicht, adita, misschien niet toegevoegd, maar iets van toegedicht of zo, doordat één man iets bepaald deed. En wat het dan was, komt hierna. Maar eerst even nog eventjes over deze volgorde. Hier is natuurlijk een beetje een merkwaardige volgorde. Tenminste, vanaf hier gezien dan. Hè. Normaal gesproken zou je verwachten, misschien Fides eventueel helemaal vooraan, maar desnoods, of waar, maar op zijn minst helemaal hierachter, hominis. Fides rei adita dicitur. Of adita esse dicitur. Maar het staat dus, ja, rei en fides staat op een gekke plek. Rei staat niet naast fides, hè, geloof in de zaak, een genitivus objectivus hier. En fides staat hem achteraan. Nou, dat is uiteraard expres in een soort hyperbaton gezet en om achteraan geplaatst, omdat dat nou heel belangrijk is, dit woord. Dan speelt hij met die volgorde om nadruk te geven. Maar goed, we gaan het uitleggen. Nam Proculus Julius, solicita civitate desiderio reges, et infensa patribus, gravis utraditur, quam vis magnae rei auctor in contionem prodit. Namque is gewoon een soort van versterkte nam, want immers of zo, want Proculus Julius, dan krijg je eerst een ablativus absolutus, met een PPP, solicita, en met infensa, ja dat zijn eigenlijk meer bijvoeglijke naamwoorden. Dan PPP's, sorry dat ik dat verkeerd zei eigenlijk. Dus ja, zoiets moet je dan is wat er dus eigenlijk is weggelaten, is een soort PPA van esse, wat namelijk ook niet bestaat. Dus dan krijg je eigenlijk een ablatief absolutus bestaande uit een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord. En dan zou je daar verwachten nog een partie van esse bij, maar dat is het dus niet, want dat bestaat niet. Maar vertaal je dus eigenlijk met terwijl, of omdat, of toen, of zoiets dergelijks. Dus we eens even beginnen met terwijl. Terwijl de Civitas, dat is burgerij, burgerschap of de staat, of iets dergelijks, bezorgd, ongerust, was, en dat vullen we dan dus aan, dat er dus een participe van esse bijgedacht moet worden. Dus omdat, terwijl de burgerij of de staat verzorgd was, waardoor, ablativus desiderio, van desiderium, door het verlangen, en dan een regis weer een genitivus objectivus, het verlangen niet van de koning, maar het verlangen naar de koning. En nou, moet je weer bijdenken, civitate infensa patribus, weer een tweede ablativus absolutus met zo'n vorming van esse erbij. Terwijl de staat dus ook nog eens een keer vijandig was, patribus, dativus, van patres, tegenover de vaderen, dat zijn de senatoren, mag je gewoon vertalen. Wat gebeurde toen? Toen
prodit, normaal hebben we altijd het werkwoord naar voren. Toen kwam naar voren prodieren. Prodieren, pro-ieren, een deetje ervoor voor de uitspraak ertussenin. Dus gewoon naar voren komen, naar voren gaan. Ging naar voren, kwam naar voren. Ut traditur. Zoals overgeleverd wordt. Trader is overleveren, overhandigen. Overhandigen is dan letterlijk iemand iets handig geven. Het overleveren is iemand met woorden iets geven, hè, overhandigen. Dus iets vertellen, overleveren. Ut hier met een indicatieve, dus gewoon zoals. Zoals overgeleverd wordt, zoals verteld wordt, zoals men vertelt. Het is een onpersoonlijk passief hier. Ging naar voren in contionem, in de volksvergadering. Naar de volksvergadering, of kwam naar voren in de volksvergadering. Zoals men vertelt. Proculus Julius dus dat is al, hebben we al gezegd, dat onderwerp. En dat deed hij. Gravis auctor quamvis magnae rei. Gravis auctor is ook nominativus, waar Proculus Julius ook nominativus is. Dus dit moet wel predicatief gebruikt zijn. Hè. Je kunt niet twee onderwerpen hebben hier. En ook geen naamwoordelijk deel, want er staat geen S. Hè. Dus het is predicatief gebruikt. Dat vertaal je met als auctor. Als, ja, een soort van verteller of soms ook veroorzaker. In dit geval misschien woordvoerder of gezaghebbend woordvoerder. Zoiets dergelijks. En dan magnae rei, is niet een dativus, maar een genitivus, dus van een grote zaak. Maar let op, er staat quam vis bij, en dat betekent dus eigenlijk letterlijk quam vis, hoe je wilt, hè, vis van volovelle. Betekent dus iets als hoe ook. Dus hoe groot ook, van een zaak, hoe groot ook. En dat groot is hier een beetje metaforisch gebruikt in de zin van hoe vreemd ook, groter dan mensen kunnen begrijpen. Nou, ik heb niet helemaal de vertaling van het hele zin gegeven, maar dan luister je het maar even terug. Dat grafisch is ook natuurlijk metaforisch bedoeld. Hij is niet, er komt niet echt zwaar over, maar grafisch. Dus hij is, misschien wat ik net zei, is gezaghebbend of zo. Hè? Dus ernstig of zo. Dat is wat hij bedoeld wordt. Dus die kwam naar voren en die wilde dus iets vertellen. Let even op natuurlijk als je dit vergelijkt met regel 222 tot 226. Dat ging over dat vaderschap. Hè, dus wordt hier het verlangen naar de koning genoemd. En hier ook, waar staat het ook alweer? Dit hele stukje eigenlijk, dat ze dus missen Romulus en vragen om zijn goedkeuring. Dat sluit er uiteraard bij aan. In de Infensa Patribus, dat zag je eigenlijk, gaan we een heel stuk terug naar 213. Dat staat denk ik hier, ja precies. Infensa Patribus, dus dat was, hij was geliefder, gratior, bij de multitudine, bij de menigte, dan bij de senatoren. Dus daar zagen we dat al. En we zagen het ook weer, hier zo in 226, 27 natuurlijk, het verhaal dat de senatoren Romulus uiteengescheurd zouden hebben, of zo. Hè? Dus dat is uiteraard waar je dat ook al in zag. Goed. Dan het laatste stukje. Romulus inquit quirites parens urbis huius. Prima hodierna luce. Caelo repente delapsus. Se mihi opvium dedit. Inquit, hij zei. Dat komt altijd tussen de directe reden in. Dus in het midden daarvan. Maar dat halen wij lekker even naar voren. Hij zei. Romulus. Of misschien beter gezegd. Quirites eerst eventjes. Want dat zijn de mensen die hij aanspreekt. Dat is een vocatieve hier. En quirites, dat zijn de quiriten, dat zijn de Romeinse burgers. Een soort eretitel voor de Romeinse burgers. Dus laten we daarmee beginnen. Romeinse burgers, zei hij. Of hij zei, Romeinse burgers, comma. Romulus, de parens urbis huius, letterlijk de parentes, hè, dus dat zijn de ouders weer. Dus in dit geval de vader van deze stad. Huius is degene die zo'n hik haik hok. In dit geval van haik, want urbis is vrouwelijk. Dus van deze stad. En dan de kern van de zin is, se mihi opvium dedit. Se opvium dare betekent letterlijk zich tegemoet geven. En dat betekent zoiets als zich vertonen, mihi, aan mij. Dus hij gaf zich tegemoet aan mij, hij kwam mij tegemoet, hij vertoonde zich aan mij. Perfect natuurlijk van dare. En wat dan nog meer? Nou, delapsus in PPP van delabi. Dat is een deponens, de ikvorm is delabor. Dat betekent naar beneden glijden. Hè? De, naar beneden, en labor is glijden. Hier PPP dus naar beneden gegleden, gewoon als voltooid deelwoord kun je dat vertalen in dit geval. Kaelo, ablativus van verwijdering, uit de hemel, repente, bijwoord, plotseling.
En wanneer was dat prima hodierna luce? Letterlijk bij het eerste licht hodierna, en dat komt van hodie, dat is natuurlijk vandaag. En hodiernus is dan een bijvoeg naamwoord daarvan, dus dat betekent dus als van vandaag. Dus bij het eerste licht van vandaag, naar beneden gegleden, plotseling uit de hemel, kwam Romulus mij dus tegemoet. En wat er dan gebeurde, dat komt in het volgende filmpje, als ik niet iets vergeten ben. Nee, ik ben niks vergeten. Tot dan.